La 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 la. Tja, allee, zeg. Dat kan nu toch niet, hè? We zien die mouwen eens. Ja, dat was al dat zadden in die verhuurwinkel, hè? Amai. Ja, je hebt een moeilijke maat, hè? Ja. Ceremoniekleding, zeggen ze daartegen. Geef toe dat die jas meer van pas komt voor een goochelaar dan voor iemand die naar een bal moet. Steek er wat spelden in, hè? Ben geen fakir. Zo, voilà. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het schoonste van gans het land? Als je goed gezind wil blijven, mag je dat ooit vragen. Zeg. Allee, dat is toch niet serieus in feite. Ik moet een kostuum gaan huren en jij koopt iets nieuw. Oh, ik ben eens curieus wat je van mijn baluitrusting vindt. Bloot. Hè? Huh? Ja, ik vind dat nogal bloot. Dat is voor onder mijn kleed. Oh? En voor na het bal. Ik ben nerveus van contentement. Ja? Weet je dat het al 10 jaar geleden is dat ik nog naar een bal geweest ben? Ah, ja, maar van mij ook, zeg. Ik ben naar een bal met klassen, hè. Ja, ze gaan me geen stokken van een dansvloer krijgen, zie maar dat je niet over je broekspijpen valt. Ja, zeg. We rijden eerst nog eens langs de kantine, hè. Waarom? Ah, dat kun je verwittigen dat je niet kunt komen trainen, hè. Ja, maar dat weet Oscar toch al? Ja, Pascal en Co kunnen mij dan eens bewonderen, hè. Groen van jaloezie. Ja? Oh. Als je eerst op het bal wilt zijn, dan hebben we geen tijd te verliezen. Ik wil in het midden op de dansvloer staan als iedereen binnenkomt. Zeg, maar jij hebt zotte kosten gedaan, hè? Op zo'n bal kijkt iedereen naar de vrouw, hè? Ja. Ja, en aan de vrouw kent men de man, hè? Amai. Zeg, De prijs hangt er nog aan van die... Afblijven! Ja, maar je kunt zo toch nee, niet... Nee, iedereen mag weten wat dat kost. Ja? Ah, wel ja. Hoeveel? Behalve jij. Maar zeg, je zei gekrompen. Mannen, vanavond trainen we zonder keeper. Dus dat wil zeggen... Ja, geen amusement en minder verbruik. Tactiek en veel gymnastiek. Geen commentaar. Zeg, Carmen heeft toch nogal chance. Hè. Zo naar een chic bal kunnen gaan. Goh, dat zou ze mij ook geen 2 keer moeten vragen. En Boma die zal er ook zijn. Die kent veel militairen. Vroeger, hè, gingen wij ieder jaar naar het bal van Pico's en school. Dat was plezant, Pascal. Maar ja, hij wil niet meer gaan. De opbrengsten worden verkeerd aangewend, zegt hij. Oh. Nou, willen wij met de kampioen eens de mosselsoep geven of zo? Mosselsoep. Nou, ik zeg al niks ermee, zeg. Goedenavond. Porto, Pascalke. Zeg. Is er iets te zien? Wel, ik dacht dat jij die kon komen. Carmen wou nog... Ja, Xavier wilde nog eens persoonlijk komen verwittigen dat hem niet kan komen trainen. Ah. Ja, wij moeten naar het bal van het leger van de avond. Hè. Dat mogen we niet missen. Hè. Contact met kolonels en generaals. Oh. Allee, dat kan heel belangrijk zijn voor zijn carrière. Hè. Een nieuw kleedje. Oh, dat. Ja, je moet daar type voor zijn. Hè. Maar Carmen, de prijs hangt er nog aan. Oh ja? Ja. Oh, daar heb ik nu niet op gelet. Hè. En jij zult ook nooit eens iets zeggen, hè? 11.000. Ja, 11.999 frank. Dat is ook genoeg, hè? Drank nog geen meter stof aan. Oh, een folieke, hè? Zeg, Xavier, is dat ook een folieke? Moet jij daar garçon gaan spelen, Xavier? Voilà. Oh. Ik zal niet te veel mogen drinken van de avond, want ik voel het al. Want je weet hoe dat gaat, hè? Champagne à volonté. Allee, zij er? Eerst mijn pintje nog. Nee, we zijn gepresseerd. De champagne wacht. Allee, komt. Zeg, amuseer dan, hè. Jij ook, hè. Zeg, en belt mij morgen eens op, hè. Ja. Zeg, en succes met je kleedje, hè. Natuurlijk. Bye. Ja, bye. Xavier, zie dat je een plateau laat vallen. Ging jij dan schoon kleed, Pascal? Ja, om achter een vitrine te zitten. De roze
Rolls-Royce start niet. Van een afgang gesproken. Amai. Bye. Oeh la 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 la, dat loopt verkeerd. Ja. Oeh la la. Oh, mama, ze komt terug. Scheelt er iets, Carmen? Ja, kan er eens iemand komen duwen? Is er iets met je voiture? Oh, zeg, straks zijn we nog te laat. Allee? Zeg. Patrick, André. Allee? En? Is ze verzopen? Xavier. Dat ziet er toch nog redelijk uit. Zeg, ik heb nu geen tijd voor uw zever, hè. Wat is er aan? Ja, die voeren komt altijd terug los. Oh. Als je wilt, dan zal ik het lassen. Ja, dat is waarschijnlijk de joint de colas, hè. En dat gaat u een frank kosten, hè. En jij die zo op je geld zit. Wij moeten naar een bal, hè. En geef mij mijn zakdoek. Zeg, je gaat toch niet janken, zeker? Nee. Zeg, als volgende week is, dan gaat hij juist op tijd zijn voor je bal. Zeg, dat is maar een zakdoek, hè. Jij moet ons voeren. Ja, maar de DK's, dat is geen taxibedrijf, hè. Oh. Zeg, maar als je wilt, dan kan ik u misschien een auto verhuren. Hoeveel? Kom er niet toe mee, helen. Hoeveel kost dat? 500 frank. Huurt geen auto, Xavier? Ja, 500 frank per uur, dus wel te verstaan, hè. Maar dat is diefstal. Dan niet, hè. Bon, ik huur hem. Welke is het? Voilà. Die zetel die moet ik nog repareren, maar ik zal daar een korting voor geven van 50 frank. Ik zal nu dat bolletje maken, hè? Ja. Ja, moet dat nu ook nog? Zeg. Oh, Carmen, die broek, hè. Hier ze, schiet er een nietje in. Zeg, aan de machine op beneden of wel? Ja, tja. Mijn schuld niet dat we niet binnen mochten. Ja, ik kon toch niet weten dat korporaals en gewoon miliciens niet binnen mochten. U er wel iets aan doen. We hadden gelukt in uw examen, sergeant, en dan hadden we wel binnengemogen. Carmen, niet zo rap dan nietje trekt tegen. Zie me hier staan, hè? Een nieuw kleed, nieuw schoenen en een buil op mijn kop van de deur tegen mijn neus te krijgen op dat bal. Ja, het spijt me, Carmen. Oh, ja, maar nu gaat u streep halen, Xavierke. Oeh, interesseert me niet, mag ik gaan staan of ik trap het godverdikken af. Waar gaat u naartoe? Die auto terugbrengen of denkt u dat ik nog wat duren extra ga betalen? Steek het eens, laat me staan. Dat maakt wel wakker. Maar godverdikken, nu heeft hem zijn bel ook nog afgelegd. Allee, hoe ga ik hier nu binnen? Langs het kleine dakje, maar... Dat is een goed gedacht. Kom. Carmen, nee! Carmen! Carmen! Kom. Allee, help je, Xavier, kom. Ja. Hier, niet hier. Ja. Ja, Carmen, ja. Harder, kom. Ja, Carmen. Ja. Hallo, de Rijkswacht. Die is de trimmer hier van DDT-Cars, hè. Ik voel me bedreigd. Er wordt ingebroken waarschijnlijk door inbrekers. Kom vlug of ik ben er geweest. Waar staat dat licht hier? Ja, Carmen. Halt! Je bent omsingeld! Wat doe jij hier? 11 uur, is dat bal gedaan? Jij hebt ons niet gezien, hè? En zeg daar niks van tegen dan, hè? Allee, Carmen. Je hebt ons niet gezien! Zeker. Je hebt ons niet gezien! Verstaan? Wat is dat? Oh, dat is een routinecontrole. Dat gebeurt meer hier. Jij hebt die opgebeld, hè? Nee.
moeten stoppen, Xavier. Allee. Laat me staan. En kuil. Zwijgen. Maar is dat echt bij de Rijkswacht? Dat is daarmee dat ik niet binnen geraak in zijn garage. En? Nog niks van ons bieken? Niks. Zelfs geen kaartje. Ja, Oscar die kan er bijna niet meer van slapen. Enfin, met al dat kabaal bij DDT heb ik vannacht ook geen oog dicht gedaan. Is dat echt? Ja, zeg, die zit al heel de nacht bij de Rijkswacht. Ze hebben hem meegenomen voor een verklaring af te leggen. Dat was nogal een spel, Oscar. Wij lagen nog maar 5 minuten in ons bed, hè. Ja, we hadden juist een zwaar discussie over Oscar zijn sokken. Oscar, dat begint niet, hè. Ja, Oscar houdt dikwijls zijn sokken aan in bed. Ah, dat zou ik toch niet kunnen verdragen, hè. Ja. Ik heb er op koude voeten. We spreken eens over iets anders, zeg. Bon, dus na die discussie over Oscar zijn... Enfin, je weet wel, ja. Horen we niet eens een groot lawaai. Wij dus naar buiten. En daar stonden ze. Xavier, Carmen en DDT omsingeld door gendarmen. Carmen was woest, zeker. Oh, ja, dat kun je wel denken. Eerst niet binnen mogen op dat bal, daarna die gendarme. Ik had er eigenlijk compassie mee. Maar dat is ook erg, hè, Pascal. Buiten gezwierd worden op een bal en dan iedereen die daar staat op te kijken. Amai. Volgens Boma heeft Carmen zo hard staan roepen tegen de portier dat je het orkest niet meer hoorde. Ja, sergeant de Kroetin is daar dan moeten tussenkomen. En dan heeft Carmen sergeant de Kroet een slag gegeven met haar chakos. Dus nu wat? De Kroet? Een bijter. Wat? Een bijter? Ja. Ze zeggen toch dat hij verleden jaar op de kermis het linkeroor van de aanhouwer van zijn vrouw heeft afgebeten. Ik zou Xavier kunnen vermoorden, hè. Of hakker, met. Moord is nog veel te redelijk. Ja, ik heb begrip voor uw situatie, maar er moet hier ook nog een beetje gekuist worden, hè. Bijna kop staat er niet naar. Ja, maar ik betaal u, hè. Zie jij dan niet dat ik ten einde raad ben? Ik ben vernederd. Allee, kom, hè. I'm sorry. So sorry. Zet u een keer op de schoot van Balthazar. Hè? Nee, merci. Ik zit liever op Louis XIV. Xavier, doe open, ik weet dat je er bent. Xavier! Ik heb de mazelen. Die heb ik al gehad, dat kan geen kwaad. En rode hand heb ik ook. Daar heb ik geen schrik van. Allee, kom, Xavier, doe open. Verdikke, de gendarmen zijn er weer. Waar? Ik rijd juist voorbij. Pico, ik wil niemand zien. Maar wat doet dan de ogen toe, hè? Zeg. Hoe is het met Carmen? Hallo, Linda. Pardon. Madame Sylvie. Balthazar Boma hier, hè? Ja. Is mijn goede vriend kolonel van de Zijpen thuis? Ah. Ja, dat is goed. Ja, merci. Ik wacht wel aan. Ja. Linda, zeg ik tegen zijn vrouw. Linda is zijn maîtresse. Bonjour, zeg aan wie. Balthazar Boma is hier. Alles kids achter de rits. Godverdomme, ik zeg daar toch wel Linda tegen uw vrouw, zeker? Hoe waren het echt van Wolly? Oh, maar dat zegt zij. Maar ik ben ik niet zot van Linda, hè. Drie keer heb ik ermee gedanst gisteravond. Smart, zeg maar, waarom ik u ben. Die historie gisteravond op dat bal bij Waterslagers, hè. Ik... Ja, maar ik vind dat ook aan mijn tante, joh. Ja, maar ik ben die mensen niets verplicht. Allee, eigenlijk meer die vrouw, hè. Ja, dat is een vurig temperament. Smart, maar dat examen voor sergeant... Hoe Waterslagers komt in principe niet meer in aanmerking. Ja, daar moet toch iets tegen te doen zijn. Ah wel, als je hem die 2 puntjes voor theorie bijgeeft en je laat hem zijn praktische proef overdoen, dan is hij de sakkos. Oh, le jardin, entre copains, hein. Zeg, hein,
wij kennen toch mekaars geheimen zo'n beetje, hè? Zeg maar. Linda. Ah, wel, het is goed. Ik zal ze gerust laten. Maar dan ga jij dat arrangeren, hè, kameraad. Beloofd? Voilà, zo mag ik het horen. Merci, mon colonel. A het seizoen, hè. Voilà. Zo lang duurt dat bij mij. En wat krijgt Balthazar Boma nu? Zeg, meneer Boma. Die Linda, waar je zo zot van bent. Wie is dat? Carmen, alsjeblieft, hè. Ik heb ook nog een beetje recht op privacy, hè. Zeg, het is al goed, hè. Wat blieft, sergeant? Kolonel van der Zijpen, wil je absoluut een nieuwe examenkans geven, waterslagers? Dat is fantastisch. Over mijn lek? Het is niet omdat je een pistool had voor de theorie, dat het ook zal lukken voor praktijk. Ik zal persoonlijk de praktische proef afnemen. Je bent corporaal en dat zult je blijven. En nog eens pardon voor die slag van Carmen naar Sakosh. Oh, oh. En? Goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws. Ik mag opnieuw meedoen aan de praktische proef voor sergeant. Allee, Xavier, dat is toch fantastisch? Ja. Het slechte nieuws? Ik heb geen schijn van kans. De kroet is zelf verantwoordelijk voor de praktische proef. De kroet? Dat is die een bijter. Ja. Enfin, Xavier, je hebt niks te verliezen. Hè. Amai niet. Mijn oren. Dus je zei zeker dat Xavier vandaag aan dat examen mag meedoen? Ja. Voor de praktische proef, hè? Sluipoefeningen. Xavier moet dus met zijn sectie een bepaald doel bereiken zonder onderschept te worden door de sectie van de kroet. Oei, oei. Je kent hem. Ja. Pas op, dat is niet gemakkelijk met die bijten. Mijn gedacht. En wie heeft er geen mee moeten voor zorgen om dat te arrangeren met mijn goede vriend, kolonel van der Zijpen? Hè? Je hebt u toch seksueel niet laten misbruiken, voorzitter? Als ik mij seksueel laat misbruiken, Pico, dan zal het met mijn volle goesting zijn. Is dat zusje kipper er niet? Ah, Dimitri. Wat is? Hebben ze je al gelost? Voor mij een dubbele whisky. Wat blijft? Om mijn misère door te spoelen. Weet je dat dat korporaalke me nog altijd niet heeft betaald voor die uurauto? Laat staan voor die daguren. Welke daguren? Wel duren dat ik bij de Rijksmacht heb gezeten. Voor een zelfstandig is dat puur verlies. Time is money. Oeh. Je hebt alleen s'nachts in de Zandbergbrouw moeten zitten. Wel, dat is dubbel tarief, hè. Nachtwerk. En waar zit hem nu? Xavier. Die heeft straks examen op het leger. Waar? Op het terrein achter de kazerne. Oh. Dat terrein dat ken ik als mijn binnenzak. Ik heb daar vroeger ook nog manoeuvres gedaan. Geen schijn van kans heeft hem daar. En waarom niet? Dat is veel te open, hè. Je kunt gaan ergens wegsteken en zeker Xavier niet. Zo'n opzichtige kop. Jawel, als Xavier deze keer niet slaagt, hè, dan trapt Carmen het af. Ah, dan zitten wij zonder keeper. Amai, dan gaat hem nog meer drinken. Don't worry. Ik zal dat wel arrangeren. Arrangeren? Ik denk dat Xavier deze keer echt de hulp nodig heeft. En welke zot gaat hem daarmee bezighouden? Ah, wel? Jij? Ik? Ah, ja. Jij kent dat terrein toch als uw binnenzak? Allee, toe, Carmen. Een affront, dat kan toch iedereen? Pak nu mij. Wat heb ik al allemaal over Oscar in de gazette moeten lezen? Ja, dat is waar. Dat gaat allemaal over, Carmen. Wij zijn het al lang vergeten, hè, Pascal? Maar natuurlijk. En trouwens, je kunt u voor de rest van uw dagen toch niet blijven opsluiten, hè, Carmen? Nee. En mijn nieuw kleed dan? Ja, maar dat is niet verloren. Nee? Maar nee. Ah. Straks wordt Xavier sergeant en dan ga jij volgend jaar naar het bal. Ja, dan is uw kleedje al wel een beetje gedemodeerd, maar met een paar retouches is dat allemaal in orde te maken. Hier, Estelle, daar moet ik Xavier voor zorgen, maar... Oh! Voilà. Zij die gaan sterven, groeten u. Maar ik haal die strepen. Voor u en voor het vaderland. Ja. Je hebt geen ander keus. Ik, Xavierke? Nee. Allee. Xavier, succes, hè? Ja. Ja. Wacht, Xavier. Nog vitamine, voor onderweg. Je zult ze kunnen gebruiken. Ja, gooi maar, ik ben een keeper. Ja. Tot straks. Oh.
Allee, uw beurt. Wacht, ik zal het bij u doen. Ja, blijf van mijn gezicht, je gaat me vuil maken. Ah, nee. Maar dat moet Dimitri. Ja, zo doe ik niet mee, hè. DDT. Als gij ons helpt, dan zit er ook iets in voor u, hè. Vergeet niet dat Xavier zijn een auto per totaal is. Ja, daar ben ik fit mee. En dan gaat hij een nieuwe kopen, denk je. Bij u, daar zorg ik voor. Zijn er nog witte vlekken? Zeg, denk je niet dat een mutsje beter zou zijn geweest? Hoe? Zijn er mutsjes? Beste vriend. Wij staan hier voor een delicate operatie. Ik eis dan ook de absolute leiding. Wij verschalken de sectie van de Kroet zodanig dat Xavier en zijn mannen zonder problemen het doel kunnen bereiken. DDD, jij kent de weg, jij gaat voor. Maar wat doen wij als we ons zien? Goeie vraag. Op ons moeder roepen en weglopen. Ze zullen ons niet kunnen zien, want wij nemen onze voorzorg. Ik wil niet dat korporaal Waterslagers deze plek bereikt. Ik wil niet dat korporaal Waterslagers sergeant Waterslagers wordt. Ik wil het litteken op mijn gelaat wreken. Desnoods met geweld. Ben ik duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Ben ik duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Neem je nu posities in! Ingerukt mars! Adieu, korporaal Waterslagers. Dat zal zeer doen. Ik ben er! Ik ben er! Waterslagers? Ik heb ze! Ik heb mijn streep! Ik heb ze! Carmen! Voorzitter. Oh, allee, dat ze nu maar gauw die een nieuwe auto kopen.
Zeg, ik heb een prachtoccasie staan, ja. Hè. Nog een beetje aan de kilometriek draaien en ik zo goed als nieuw. Hele. Ik mag toch wel als ze horen wat we voor hen hebben gedaan. Dimitri, Xavier mag dat nooit te weten komen. Ja, en Carmen zeker niet. Als die iets weet, dan is het helemaal aan de knoppen. Waarom niet? Ere wie ere toekomt? Niks van. Carmen die moet kunnen fier zijn op haar, Xavier. Hm? Ze moet geloven dat Xavier alles alleen heeft gedaan. En hij zelf ook. Ja, Hubert. Dat examen had al lang gedaan moeten zijn. Xavier zou toch direct naar huis komen? Oh ja, hij zal niet durven. Hè. Hij zal er niet door zijn. En dan hè, zit hem op café. Xavier! De vrouwen. Huh? Kom, in de living. Ja. Vooruit. Dimitri, doe die deur dicht. Zit het, zit. We zijn daar. Kom, ga uit de weg, uit de weg. We zijn daar. En gewoon doen, hè, gewoon doen. En hier in Amerika zit ons biekens, hè. Ah, ja. Ja, grote vergadering. Is Xavier hier al geweest? Oh, Xavier? Maar die is zijn examen toch aan het afleggen? Oh, geef mij een straf, Pascalke. Ja. Tegen de zenuwen. Oh, Dimitri, wat doe jij hier? En zo zwart? Zo zwart heb ik u nu nog nooit gezien, hè. Je zou toch wat hygiënischer moeten zijn, hè. Anders gaat er nooit aan een vrouw geraken, ja. Of niet? En een facelift, hè. Dat zou je ook niet misstaan. Dat ga je. Dat is zwart, hè. Dimitri, is hè. Kom, een beetje wassen. Kom. Goeie, Fanny. Pascal, pak een vuile handdoek, hè. Ja. Wat denkt de vrouw volk wel? Eerst mag ik voor Hild spelen en daarna maak ze uit voor een niet-hygiënische vuilheid. Ik zal je vertellen hoe dat de vork in de steel zit. Nee, niet doen, niet doen. Ik wil de roem waar ik recht op heb. Dimitri, wacht. Dimitri, je gaat het voor Xavier niet verpesten. Hè. Dat gaat toch niet beletten, schoolmeester? Oh, nee. Als jij één woord durft te zeggen, FDDT, dan raad ik Carmen af dat ze een auto bij u koopt, als je mij goed verstaat. Oh, dat is chantage. Wow. Zou beter met een rugbybloe beginnen. Xavier? Xavier, dat is het. En? Zeg, baas. Ik heb mijn streep. Hé? Ik heb mijn streep! Dat is niet waar! Lieve sergeant! Bravo! Bravo! Gefeliciteerd, eindelijk! Proficiat, sergeant! Zeg. Ah, gefeliciteerd met uw streep, kameraad. Zeg. Sorry, zeg, waar is Oscar? Xavier, ja. Proficiat, hè. Ja. Oei, heeft de kroet u toch gebeten? Nee, nee, nee. Zeg, hoe is dat gebeurd? Oh, 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 oh. Ik heb het een en het ander meegemaakt, hè. Oh, ja. Even... Dan kom je zitten. Ja. Oh, karme toch. Om te beginnen, ik heb alles alleen moeten doen. Allee. Ja. Zeg, waar is Dimitri? Die is zich aan het wassen in de keuken. Oh. Maar vertel gerust verder, Xavier. Ja. 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 Op het moment had ik er een in mijn greep. Ik trek en ik zeg... Ja, zeg ik ze. Ja. Thank you.
Zeg, dat kan nu toch niet, hè? We zien die mouwen eens. Ja, dat was al dat zadden in die verhuurwinkel, hè? Amai. Ja, je hebt een moeilijke mate. Ja? Ja. Ceremoniekleding, zeggen ze daartegen. Geef toe dat die jas meer van pas komt voor een goochelaar dan voor iemand die naar een bal moet. Steek er wat spelden in, hè? Ik ben geen fakir. Zo, voilà. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het schoonste van gans het land? Als je goed gezind wil blijven, mag je dat ooit vragen. Zeg. Allee, dat is toch niet serieus in feite. Ik moet een kostuum gaan huren en jij koopt iets nieuw. Oh, ik ben eens curieus wat je van mijn baluitrusting vindt. Bloot. Hè? Huh? Ja, ik vind dat nogal bloot. Dat is voor onder mijn kleed. Oh? En voor na het bal. Oh, ik ben nerveus van contentement. Ja? Weet je dat het al 10 jaar geleden is dat ik nog naar een bal geweest ben? Oh, ja, maar van mij ook, zeg. Niet naar een bal met klassen, hè. Ja, ze gaan me weg in stokken van een dansvloer krijgen, zeg. Zie maar dat ik niet over je broekspijpen valt. Zeg, we rijden eerst nog eens langs de kantine, hè. Waarom? Ah, dat kun je verwittigen dat je niet kunt komen trainen, hè. Ja, maar dat weet Oscar toch al? Ja, Pascal en Co kunnen mij dan eens bewonderen, hè. Groen van jaloezie. Ja? Als je eerst op het bal wilt zijn, dan hebben we geen tijd te verliezen. Ik wil in het midden op de dansvloer staan als iedereen binnenkomt. Zeg, maar jij hebt zotte kosten gedaan, hè? Op zo'n bal kijkt iedereen naar de vrouw, hè? Ja. Ja, en aan de vrouw kent men de man, hè? Amai. Zeg, de prijs hangt er nog aan van... Afblijven! Ja, maar je kunt zo toch niet... Nee, iedereen mag weten wat dat kost. Ja? Ah, wel ja. Hoeveel? Behalve jij. Amai, zeg, je zij gekrompen. Mannen, vanavond trainen we zonder keeper. Dus dat wil zeggen? Ja, geen amusement en minder verbruik. Tactiek en veel gymnastiek. Geen commentaar. Zeg, Carmen heeft toch nogal chance. Zo naar een chic bal kunnen gaan. Goh, dat zou ze mij ook geen 2 keer moeten vragen. En Boma, die zal er ook zijn. Die kent veel militair. Vroeger gingen wij ieder jaar naar het bal van Pico's en school. Dat was plezant, Pascal. Maar ja, hij wil niet meer gaan. De opbrengsten worden verkeerd aangewend, zegt hij. Oh. Ja, willen wij met de kampioen eens de mosselsoep geven of zo? Mosselsoep. Ik zeg al niks te mee, zeg. Goedenavond. Porto, Pascalke. Zeg. Is er iets te zien? Wel, ik dacht dat jij die kon komen. Carmen wou nog... Ja, Xavier wilde nog eens persoonlijk komen verwittigen dat hem niet kan komen trainen. Ah. Ja, wij moeten naar het bal van het leger van de avond. Hè. Dat mogen we niet missen. Hè. Contact met kolonels en generaals. Oh. Allee, dat kan heel belangrijk zijn voor zijn carrière. Hè. Een nieuw kleedje. Oh, dat. Ja, je moet daar type voor zijn. Hè. Maar Carmen, de prijs hangt er nog aan. Oh ja? Ja. Oh, daar heb ik nu niet op gelet. Hè. En jij zult ook nooit eens iets zeggen, hè? 11.000. Ja, 11.999 frank. Dat is ook genoeg, hè? Drank nog geen meter stof aan. Oh, een folieke, hè? Zeg, Xavier, is dat ook een folieke? Moet jij daar gaan zo gaan spelen, Xavier? Voilà. Oh. Ik zal niet te veel mogen drinken van de avond, want ik voel het al. Want je weet hoe dat gaat, hè? Champagne à volonté. Allee, zij er? Eerst mijn pintje nog? Nee, we zijn gepresseerd. De champagne wacht. Allee, komt. Zeg, amuseer dullen, hè. Jij ook, hè. Zeg, en belt mij morgen eens op, hè. Ja. Zeg, en succes met je kleedje, hè. Natuurlijk. Bye. Ja, bye. Xavier, zie dat je een plateau laat vallen. Vind jij dan schoon kleed, Pascal? Ja, om achter een vitrine te zitten. De Rolls Royce start niet. Van een afgang gesproken. Amai. Bye. Oeh, la, dat loopt verkeerd.
geparkeerd. Ja. Oelala. Mama, ze komt terug. Goed verdekken, hè? Scheelt er iets, Carmen? Ja, kan er eens iemand komen duwen? Is er iets met je voiture? Oh, zeg, straks zijn we nog te laat. Allee? Zeg. Patrick, André. Allee. En? Is ze verzopen? Xavier, dat ziet er toch nog redelijk uit. Zeg, ik heb nu geen tijd voor uw zever, hè. Wat is er aan? Ja, die voeren komt altijd terug los. Oh. Als je wilt, dan zal ik het lassen. Ja, dat is waarschijnlijk de joie de colas, hè. En dat gaat u een frank kosten, hè. En jij die zo op je geld zit. Wij moeten naar een bal, hè. En geef mij mijn zakdoek. Zeg, je gaat toch niet janken, zeker? Nee. Zeg, als het volgende week is, dan gaat het juist op tijd zijn voor je bal. Zeg, dat is maar een zakdoek, hè. Jij moet ons voeren. Ja, maar de DD-cars, dat is geen taxibedrijf, hè. Oh. Zeg, maar als je wilt, dan kan ik u misschien een auto verhuren. Hoeveel? Kom er niet toe mee, hè. Hoeveel kost dat? 500 frank. Huurt je een auto, Xavier? Ja, 500 frank per uur, dus wel te verstaan, hè. Maar dat is diefstal. Dan niet, hè. Bon, ik huur hem. Welke is het? Voilà. Die zetel die moet ik nog repareren, maar ik zal daar een korting voor geven van 50 frank. Ik zal nu dat bolletje maken, hè. Ja. Ja, moet dat nu ook nog? Zeg. Oh, Carmen, die broek, hè. Hier, ze, schiet er een nietje in. Zeg, gaat dat aan de machine naar beneden of op? Ja, ja. Het is toch mijn schuld niet dat we niet binnen mochten? Ik kon toch niet weten dat korporaals en gewoon miliciens niet binnen mochten. U er wel iets aan doen. Waar de gelukt in uw examen, sergeant, en dan hadden we wel binnen gemogen. Carmen, niet zo rap dan niet, je trekt tegen. Zie mij hier staan, hè? Een nieuw kleed, nieuw schoenen en een bijl op mijn kop van de deur tegen mijn neus te krijgen op dat bal. Ja, het spijt me, Carmen. Oh, ja, maar nu gaat u streep halen, Xavierke. Oeh, interesseert me niet, mag ik gaan staan of ik trap het godverdikken af? Waar gaat u naartoe? Die auto terugbrengen. Of denkt u dat ik nog wat duur en extra ga betalen? Steek ik deze slaap misschien al. Maak hem wakker. Godverdekken, u heeft hem zijn bel ook nog afgelegd. Allee, hoe ga ik hier nu binnen? Langs het kleine dakje maar. Dat is een goed gedacht. Kom.